naar binnen. Als je nu gewoon trekt? Hij moet denk ik aan dat touw. Zie je die sleutel? Naar jouw kant. We gaan hier langs, wat denk je? Ik denk... Gaat hij goed? Hier zo. Op die eerste puzzel hebben we in ongeveer 5 minuten gedaan. Ja. Ben je altijd zo goed in escape rooms? Dit is de eerste keer dat het zo goed gaat. Niet waar. Heb je nog nooit eerder een escape room gedaan? Nee. Nou, vandaar. Ik voelde al dat jij gewoon een natuurtalent hierin was. En volgens mij staan we hier niet zomaar, toch? Nee. Niet omdat we gewoon gezellig een escape room wilden doen, maar omdat jij een vraag hebt. Ja, mijn vraag was, hoe zit een escape room in elkaar? Heb je enig idee? Nee. Oké. Nou, ik weet dat het antwoord achter die deur is. Want daar zijn de makers van deze escape room. Maar we moeten er eerst uitkomen. Ja. Escape room betekent ontsnappingskamer. Het is een kamer waarin je opgesloten wordt en waaruit je moet proberen te ontsnappen door het oplossen van raadsels en puzzels. Opnemen? Ja, zeker. Hallo? Luister goed. Jullie zijn goed bezig. Alleen jullie moeten nu nog wel even opschieten, want anders gaan jullie het niet halen. Kijk even goed op de kast, daar ligt wat jullie nodig hebben. Oké. Okay. Was dit? We moeten boven op de kast kijken. Wat? Wie zei dat? Oké, het ziet er heel gezellig uit, maar wie ben jij? Ik ben Orion. Ik ben de operator van deze escape room en tevens een van de bouwers. Een operator, dat betekent eigenlijk dat ik beneden zit mee te kijken met de groepen. Want voor de groepen is het natuurlijk niet heel gemakkelijk om een escape room op te lossen. En simpel gezegd help ik eigenlijk de groepen om de escape room te halen. Door het geven van hints bijvoorbeeld. Ah, die telefoon die afging. Ja. Weet je nog? Dat was hij. Dat was ik. Zo, nou, dit is de operatorsruimte. Lekker. Hier zitten wij dus eigenlijk altijd mee te kijken en te luisteren naar de groepen. Dus jij hebt hier ons opgezien? Op deze... Ja. Ik kruip ook achter jou, Job. Zie je dat? Dat is echt heel laf. Wauw. Oh, kijk hoe bang we zijn. Hé, hey, wat vind je ervan, Job? We staan hier zo, je ziet deze schermen. Ja, ik vind het eigenlijk wel grappig, die reactie. Had jij verwacht dat iemand ons in de gaten hield? Jawel, ik zag wel camera's in de hoek met van die rode lampjes eromheen. Bij de volgende groep mag Job zelf hints gaan geven. Hallo? Kijk bovenop de kast. Bovenop de kast? Ja. Kijk, super. Ja, zie je? Dan gaat hij bovenop de kast kijken. En zo kan je dus eigenlijk mensen een beetje helpen. Om toch verder in de kamer te komen. Ja. En natuurlijk is dit niet de enige manier waarop we mensen helpen. De kamer zelf is natuurlijk ook voor een groot deel automatisch. Dus dat betekent dat hij heel veel dingen ook zelf doet. Dus dat hij bijvoorbeeld zelf ook hints geeft door bepaalde lichten aan en uit te doen. Want op het moment dat je ergens lichten aandoet, dan gaan mensen daar natuurlijk op letten. Ja. Wil je zien hoe dat in elkaar steekt? Ja. Ja, zullen we even boven gaan kijken dan? Ja. Oh, wat arilex dit. Wat doen we hier? Goeie dit vraag. Dit is eigenlijk het hart van de kamer. Oké. Dit is het Demotica-systeem. Het wat? Het Demotica-systeem. Dat houdt eigenlijk in, er zitten allemaal sensortjes in de kamer. Bijvoorbeeld als er een deur open gaat, dan betekent dat er een sensor contact verbreekt. En op het moment dat dat gebeurt, dan schakelt hier een heel klein kastje, schakelt dan alle lichten aan. Oké, dus dit is alles wat automatisch gaat, alle automatische systemen. Ja. Wat wilde jij nou eigenlijk weten? Wat was jouw vraag? Maar hoe gaat het nou in zijn werk? Ja, en hoe wordt zo'n kamer gemaakt? Nou, heel toevallig zijn we bezig met het bouwen van een tweede kamer. Dus we hebben wel een paar dingetjes voor jullie klaar liggen.
Krijgen jullie van mij deze? Ja. Vet. En dan aan jullie de vraag. Wat denken jullie dat het nieuwe thema wordt? Nou, aan... Wat denk je? Volgens mij een mijn. Is dit echt goud, jongens? Nee. Beetje te licht, hè? Ja, klopt. Wat vind je van het thema mijnen? Ik vind mijn altijd al wel cool. Ja? Waarom? Nou, je graaft gewoon heel ver in de grond en dan kom je allemaal nieuwe dingen tegen. Ja, maar hoe zit het met die puzzels? Met de puzzels, dat is eigenlijk in eerste instantie aanpassen op het thema. Dus je gaat gewoon bedenken, nou, een goudmijn. Wat vind je zowel allemaal in een goudmijn en wat zou je eventueel kunnen gebruiken om een puzzel mee te maken? Go. Het thema is mijnen. Dus wat nou als we hier gewoon een mijn van maken? Dus met allemaal gangen? Nou, als je nou eerst twee gangen doet en... Ja, precies. Ja, dus misschien moet ze een beetje zo heel moeilijk... Als we hier dan nog schikpunten hebben, dan gaat er aan de zijkant gaat er een kluisje open. Ja. En misschien zit daar dan een lichaamsdeel in of zoiets. Als je daar aan de andere kant nog een soort van muurtekeningen hebt, ja. Wat in de muur is gekerfd. Als er aan de zijkanten dat er allemaal van die vuuroogjes komen, van die rode oogjes. Ik denk niet dat iemand dit kan overleven. Nee. Hou jij hem hier vast met je handen? Ja. 3, 2, 1, go! Ja. Super, neem hem mee. Hallo. Hallo. We hebben hard gewerkt, hè Job? Ja. Ik ben heel benieuwd. En dit is het resultaat. Kijk eens. Oh. Ja. Zo. Omdraaien. Omdraaien. Ja. Omdraaien. Het gaat wel hartstikke goed. Ja. Wel? Nee, alsnog omdraaien. Ja, is het goed toch zo? Oh ja. Je hebt drie verschillende gangen. Deze gang, dat zie je al gelijk, loopt dood. Ja. Dit zou eigenlijk... Dit ziet eruit als de uitgang. Maar als je hem opent, dan zit er een oogbal in. Wat vind je ervan? Ik vind het supergoed. Echt perfect gedetailleerd ook. Ja. Ik vind het heel knap. Wil je hem kopen? Ik wil hem wel kopen, ja. Want goede ideeën wil ik altijd wel kopen. Oké. Okay. We moeten het wel even over de geldzaken hebben, Orion. Ja. Want zo makkelijk gaat dat natuurlijk niet. Ja. Dat begrijp je. Wat wil je ervoor hebben? Ja, minimaal 15 euro. Wow. We zetten hoog in, maar weet je, dit is ook wel echt iets waard, hè? Laten we dat niet vergeten. Hebben we een deal? We hebben een deal. Boom! High five! 15 euro!